Damien de Smet. Waar zijn we nu eigenlijk? Hier? We zijn op kasteel Schaatsberg in Landgraaf. En wat voor werk doe je hier eigenlijk? Wij zorgen hiervoor dat het kasteel weer helemaal mooi wordt als vroeger. En dan zijn we nog niet mee bezig. Ja, dan moet er nog eigenlijk hier veel gebeuren, maar dit is dan morgen nog niet klaar, hè? Nee, het is ongeveer over een jaar of 30 is het pas klaar. En hoe oud ben je dan ongeveer, voordat het klaar is? Dan ben ik ongeveer 45. En dan kan je zeker dan nog met je vrouw en kinderen dan hier komen kijken en dan zeg je, ja, ik heb hiermee geholpen met de opbouw. Ja, dat kan ik dan, hè. Dat is heel leuk. En jullie graven hier dan ook dingen op. Wat is het? Wat vinden jullie dan eigenlijk hier? Ja, we vinden van alles, zoals deze botten. Deze is van een mens en deze is van een koe. Dat weet ik eigenlijk niet zo zeker. Het kan ook van een dinosaurus zijn. Maar dat weet ik niet zeker. Heb jij die gevonden? Of? Nee, die heeft meneer gevonden. Cyril, kasteel Schaarsberg. Dat is een heel bouwproject. Duurt een aantal jaren. Maar wat gaan jullie allemaal creëren? Wat gaan we allemaal creëren? Nou, we gaan natuurlijk het kasteel en het boerenslot, zoals het ooit een keer erbij heeft gestaan, gaan we weer helemaal herbouwen. We gaan niet alleen maar het kasteel en het boerenslot aanpakken, we gaan ook de hele omgeving eromheen gaan we aanpakken. Dus we gaan hier langs de waterkant een 8-9 vakwerkhuizen neerzetten. We gaan het ook allemaal zelf maken, zelf bouwen. Daar gaan we ook eind van dit jaar aan beginnen. Maar we gaan ons ook nog met andere dingen bezighouden. Niet alleen maar bouwtechnisch. Maar we gaan ook bijvoorbeeld een renaissance tuin inrichten op het eerste eiland. Zodat we kunnen laten zien hoe men vroeger voor zichzelf zorgde. Nou, het is grotendeels zo dat wij met vrijwilligers gaan werken. Mensen die geïnteresseerd zijn in het leren van een ambacht. En dat hier onder begeleiding van een vakman kunnen gaan doen. Het wordt echt een leerproject. Er wordt ook gewerkt met mensen die reïntegranten. Mensen die weer worden geactiveerd om de arbeidsmarkt op te gaan. We zullen een kleine groep vaste mensen hier proberen te krijgen. De ambachtslieden. En voor de rest leerlingen, vrijwilligers, langdurig werkelozen die weer wat willen gaan doen. Hoeveel jaar trekken jullie hier vooruit? Nou, het is eigenlijk zo dat het duurt zolang dat het duurt. Men wil altijd graag dat daar een bepaalde periode aan wordt vastgekoppeld. Nou, dat zal 25 tot 30 jaar ongeveer gaan duren. Ik hoorde een van de jongens zeggen dat ze hier al het een en ander gevonden hebben in de grond. En een van de dingen, dat zijn wat botten. Hij denkt dat het van een dinosaurus is. Dat zou goed kunnen. Ik vind dat twijfelachtig, als ik heel eerlijk ben. Nou, maar het zou wel kunnen. Het zou heel goed kunnen, maar dan was het wel een hele kleine dinosaurus. Het was... Ja, ja. Nou, wat waarschijnlijk is gebeurd, we hebben dat gevonden hieronder in die kelder. Hieronder in die kelder hebben wij ook een gedeelte van een schouw gevonden. Die hebben we onderliggen. Ik heb erachter ook nog een bouwtekening liggen, in 1881 gemaakt. Die schouw staat erop. Die heeft op de eerste begane grond hier gestaan. Die is een keer hier naar beneden gedonderd. Hier is de keuken geweest.